Maurits von Martels, naast wethouder, jonkheer en eigenaar van dit landgoed, inclusief landhuis. Maar Maurits von Martels voelt zich boven alles vooral boer. Vooral ook boer. Ik bedoel, dat was mijn eerste liefde. Ik wilde boer worden. Ik ben boer geworden. En ik hoop dat ik nog heel lang boer kan blijven. Voorkomen, meneer de voorzitter, is beter dan genezen. En ik had veel liever gezien dat de regering dit had voorkomen. En dat had de regering best gekund. De meest bekende boer die ooit zitting nam in de Tweede Kamer is ongetwijfeld boer Koekoek. De Veluwse boeren waren in verzet gekomen uit solidariteit met boer Koekoek, die geweigerd had een heffing van het landbouwschap te betalen, zodat er beslag was gelegd op een gedeelte van zijn land. Met zijn boerenpartij zette hij de boel flink op stelten, vaak ook buiten de Kamer. Is dit nou het boerenverstand dat Maurits von Martels wil terugbrengen in de politiek? We zijn echt een van de belangrijkste spelers op het gebied van de landbouw wereldwijd. En dat is een geweldige prestatie. En die prestatie moet je proberen, prestaties die zijn geleverd, moet je proberen vast te houden en mogelijkerwijs nog uit te bouwen. Jonkheer Maurits von Martels op campagne voor het CDA. Maar niet te beroerd om zijn pak te verruilen voor de overal. Iets wat hij juist straks ook wil blijven doen als het hem lukt om in de Kamer te komen. Je moet echt wel met verstand van zaken over de onderwerpen spreken. Dat gaat niet alleen op het gebied van de grijze sector. Dat gaat natuurlijk voor alle sectoren. Dat je weet waar je over praat. Dat je weet waar het naartoe moet gaan vooral. Hè? En daar heb ik wel ideeën over. En die wil ik graag naar voren brengen. Kunt u concrete voorbeelden noemen van zaken waarvan u zegt van, nou, ongelooflijk dat ze dat in de Kamer op deze manier behandelen, beslissen? Het ging ten eerste over de verkeerde onderwerpen. Het ging over hoe lang kan ik een kalf bij de koe laten. Het ging over verplichte weidegang. Allemaal onderwerpen die daar niet thuis horen. Het moet niet gaan over de bedrijfsvoering. Dat kunnen de boeren prima zelf vormgeven. Het moet gaan over de toekomst van de landbouw. Hoeveel ruimte is er in Nederland om te boeren? Welke grenzen worden er gesteld? Om in de Kamer te komen moet von Martels het hebben van voorkeurstemmen. 16.000 heeft hij er nodig. Maar helemaal onmogelijk is dat niet. Want er zijn veel boeren die het helemaal gehad hebben met de Haagse politiek. En misschien hun hoop vestigen op de nummer 44 van het CDA. Nou, persoonlijk vind ik dat heel belangrijk dat er weer een boer in de Tweede Kamer komt. Want momenteel wordt er te veel op emotie gedebatteerd. Door het beleid van Den Haag kun je heel moeilijk een ondernemingsplan schrijven. Als jonge ondernemer wil je verder met je bedrijf. Maar er is geen ondernemingsplan te schrijven met deze politiek. Want elke keer wisselen de regels. Het verandert weer. Dus ja, hoe kun je dan ooit een ondernemingsplan goed schrijven? Wat we bij heel veel onderwerpen zien, dat tussen fictie en werkelijkheid dat het helemaal vervaagd is. Als we nou zien welke prestaties de boeren hebben geleverd de afgelopen jaren, om met name op het gebied van milieueisen, om daar stappen in te zetten, in ieder geval te laten zien dat we daar heel goed mee bezig zijn, dan moet dat ook gewaardeerd worden. En dan moet je niet zeggen, zo gauw er een doel bereikt is, om meteen maar weer die normen bij te stellen naar beneden. Want dat frustreert enorm. Je hebt een doel bereikt, je bent goed bezig. En vervolgens krijg je dan toch de maatschappelijke of de publieke opinie over je heen, om te zeggen van, het moet nu nog een stapje verder, nog een schepje erbovenop. Volgens mij zijn de ontwikkelingen die in de landbouw gaande zijn op milieugebied fantastisch. We hebben enorme stappen voorwaarts gezet. Nou, ik word niet gauw boos, maar je wordt er wel eens moedeloos van als je dan ziet hoe ze in de Tweede Kamer over de agrarische wereld praten. Dan ik denk van, ze moeten eens wat meer met trots over onze sector praten. Want ik bedoel, in 2016 hadden wij 94 miljard export als landbouwsector. Tweede exporteur van de wereld. Toen ik boer werd in 1983, toen hadden we bijvoorbeeld 30.000 melkveehouders. Nu zijn dat er nog 14.000, geloof ik. Het aantal koeien trouwens ook. 2,5 miljoen koeien toen ik begon. Nu hebben we nog maar 1,7 miljoen koeien. Dus het is allemaal verminderd. Dat betekent ook dat de lobby richting de politiek ook kleiner geworden is. En er zit geen enkele boer in de Kamer momenteel. Dus het wordt hoog tijd dat er ook weer iemand uit de sector vertegenwoordigd is in Den Haag. Heel misschien straks Kamerlid, maar het blijft toch ook vooral boer. De bedoeling is toch wel om die boerderij in stand te houden en dat gaat ook zeker gebeuren. Maar je moet alleen een combinatie vinden en balans zien te vinden dat die combinatie mogelijk is. Maar dat zien we dan wel weer. Eerst nog even flink campagne voeren tot en met 15 maart. Ik zeg tot en met, want ook de laatste dag is nog belangrijk. 23 maart is de beëdiging, dus daar hoop ik bij te zijn.